Goedemiddag allemaal, het is alweer bijna 1:15 en wij willen jullie onwijs heel veel kijkplezier wensen op deze zondag 14 januari. En zeg maar, ik ben er al een maandje. Ja, en ze wil het ook vertellen. Hé, Lovely? Jij wil het ook vertellen, hè? Ja, dat is een camera. Ja! Dat is een camera. Ja, heel veel kijkplezier gewenst. Wij gaan zometeen even eten. En dan gaan we even lopen. En waarschijnlijk even mooie foto's maken. Ja. En dat komt dan weer gezellig op mijn Facebookpagina terug. Dus ik zou zeggen, onwijs, heel veel kijkplezier mensen. Doei! Hi. Is leuk, hè? Als je daar dat koordje een beetje op vasthoudt. Dat is leuk! En twee andere honden die komen er weer aan. Nou, we zijn nou net thuis rond 2:30. Dus ja, lekker wezen wandelen. Dus dat is 14:30. Ja, want ik schrijf nu tegenwoordig alles op. Hoe lang ik heb gelopen, van welke tijd, want we gingen om 12:59 weg en het is nu 14:30, dus mwah. Ja, dat is lekker, dus dat is 1,5 uur, dus ja, ik schrijf het even gelijk op hoor. Kijk, als ik weet, dan heb ik dat weer gedaan en dan heb ik het op mijn telefoon staan, kijk, ja. Ik heb afgelopen week, moet ik wel even mijn dingen even doen. Heb ik afgelopen week, mag ik niet liegen, even kijken, over de hele weken heb ik 36,21 kilometer gelopen, afstand, duur, dat is 10 uur en 2 minuten, calorieën 3147 en fietsen heb ik dan met Lady 2 keer gedaan. Heb ik 5,81 en dat is in totaal 0 uur en 39 minuutjes en 250 calorieën. Dus dat vind ik wel netjes, ja. Dus ik mag niet klagen wat ik al eigenlijk loop in een week tijd. Dus nou gaat weer een nieuwe week in. Het is van zondag tot zondag, dus maar... En dan heb je aardig gelopen en dan zijn ze nog niet moe. Nee. Ik wil jullie eigenlijk even iets meer in meenemen wat ik dus allemaal op YouTube kijk. Ja, en dat is onder andere, ja, even kijken waar ze staat hoor. Ja, dat is een hele goeie. Ik kijk dus onder andere, ja, ik laat ook gelijk de kanalen zien. Dus een shout-out naar Dit Gebeurt Er Als. Dat is Mireille en Max. Mireille en Max. Ja. Zo ziet hun YouTube-kanaal eruit. Ja. Zal ik ook eventjes een videootje laten zien van hun. Die had last van een gele... Omdat jij een beetje dikke reet tegenaan komt. Hallo lieve mensen, wij zijn terug van een piepkleine vakantie. Want ook ik wil wel eens een keer een paar dagen normaal eten. Toen zat ik te denken, mijn nagels zijn dus altijd heel erg lelijk. Want die brokkelen echt gewoon aan alle kanten eraf. En toen dacht ik, misschien is het een leuk experiment als deze jongeman. Om het idee van, can't get worse. Precies.
Dus misschien kan hij er wat moois van maken, dachten we. We weten namelijk allemaal hoe goed ik ben met vrouwen en make-up en mooi maken en zo. Ja, dus kun je hier en hier terug zien? Nou, dus dat gaan we doen. Max mag mijn nagels mooi maken. En ik geloof dat jij wat voorbereiding hebt getroffen. Ja, ik heb mijn best gedaan. Jou is hoor, maar ik ben hier geen zin te ontevreden over. Nagelzalon, geen liter. Nagelzalon. Mijn nagel is ook meteen drie keer zo dik. Ja. Het volgende wat ik ga doen. Heel mooi binnen de lijntjes. Ja, Zit je mijn nagel in? Wat? Is dat niet goed? Kan je er iets meer trillen misschien? Nagel niet meer. Drink nog een kopje koffie. Heel mooi binnen de lijntjes. Ja, In leven kun je ook niet binnen de lijntjes. Hou je duim nou even stil. Deze video wordt nog het einde van onze relatie. Je hebt nu echt een soort van plakkaat erop. Ja, ik weet hoeveel nagellak je nodig hebt op een duim. Nou, dat is dus hun YouTube-kanaal. Dan ga ik weer eventjes weer terug. Ja, dus weer een shout-out naar Max en Mireille, waar ik mijn hoofd. Van Dit Gebeurt Er Als. En dan kijk ik ook nog, ja, kijk, Mr. Storytime. Ja, hij kan onwijs mooi piano spelen, vind ik zelf. Omdat het 20 jaar geleden is dat de Titanic is verfilmd, wil ik eigenlijk dat thema My Heart Will Go On voor jullie spelen. Doe even een duim omhoog en abonneer op dit kanaal. Dankjewel. Dan zal ik gelijk even laten zien hoe zijn YouTube-kanaal eruit ziet. Mr. Storytime. Dus vind je deze kanaal nou leuk? Ik zou zeggen gewoon even abonneren op zijn kanaal. Want ik vind het dus wel leuk. Ja. En nou ja, wat iedereen denk ik ook kijkt, dat zijn de hummeltjes. Nou, die hoef ik ook niet eens meer te laten zien. Misschien ken je ze niet? Nou, dan laat ik hem wel even zien. Dit zijn dus dan de hummeltjes. Dat is een heel mooi jong gezin. Met 5 kinderen maar liefst. Ja. Stefania, Deborah, Matthias, Joshua en... Mag ik niet liggen? Abigail, ja. Stefania van 7, Abigail van 5 en Deborah van bijna 2 jaar. En dan de tweeling. En dan Henry en Anna Vera, ja. Dus daar kijk ik ook naar. Ik kijk de Happy Family. Kijk ik ook naar elke woensdag en zondag. Nou ja, en mijn moeder uiteraard. En dan doe ik nog even... Nou, de politievlogger Jan Willem. Kijk ik ook. Vind ik ook erg boeiend en interessant. En dan... Even kijken. Jula Brils kijk ik ook. Dat is een jonge meid. Die ook van heel veel dingen doet. Ik ga kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie... Hero laat dus inzien van de Black Mask. Van bol.com die ze heeft gekocht. Een masker. Ga ik eventjes een beetje voor uitspoelen. Daar ben ik dus niet aan toe. Die stop en dan maak ik weer de video als ik het eraf ga halen. Nou, dus natuurlijk die heb ik al gekeken hoor. Dus.
En ik viel op. Ik vind het heel erg spannend. Kijk. Mijn hele handen zitten nu al onder. Zal ik even een groot scherm doen? Oh. Oké, ik ga... En ja, ik heb het opgedaan, mijn hand. Ik heb het niet met de andere vingers gedaan, want ik wil niet alles onder hebben met het. Ik ben nog een beetje hier bij mijn neus. Een heel klein beetje. Ik wil niet mijn hele neus. Want dat stinkt heel erg. Want het niet te pijn doet zoals ik al... En dat is opgedroogd. Ik heb gegamed ondertussen, dus het is al sneller opgedroogd. En het zou al 3 kwartier of zo op zijn geweest. En zo ziet het er nu uit. En ik ga het er nu afhalen. Het is al een beetje losgekomen door het praten ook een beetje. Dus het is een beetje los. Maar nu ga ik het eraf halen. Het doet een beetje pijn, maar niet heel erg. Niet zo dacht. Oh nee. Ah, hier doet het wel pijn. Wat dikker erop is gesmeerd, doet het heel erg pijn. Nou, dat is dus Joëlla Bruls. Een dik shout-out naar haar, sowieso. En dan ga ik volgende week verder. Ik doe nu nog even eentje. Dat is van Sterke Mama. Ik vind haar ook onwijs goed hoe ze het doet. Woensdag om 6:30 video, vrijdag om 6:30 een weekvlog. Maar zij doet het ook zo goed. Hoe en hoe is het om een tienermoeder te zijn? Welkom mama bij mijn nieuwe video. Welkom mama bij mijn nieuwe vlog. Ze was 16, sexy, teder en echt lief. Heel vaak op de straat, al was ze dan echt een plek niet. Vroeg niet aan de mama, maar ik ga geen... 166. Hallo, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga vandaag vertellen over hoe het was om tienermoeder te zijn. Hoe ik mijn ouders heb verteld. Maar heel kort hoor. En het was 5 juli. Toen ik mijn arm. Hoe doen al die mensen? En ik wil er niet opruimen. Het is onafscheidelijk hoor. We zaten echt nooit hoe dat dan afloopt. En ik wou niet zo'n tienermoeder zijn die helemaal niks bereikt. En die paar van die woonden ook nog thuis. En we hadden nog niks. We hadden geen huis, we hadden geen spullen, we hadden geen geld, weet je. Wat deed ik eigenlijk? Nou, ik werkte volgens mij wat. Ik weet niet eens wat ik deed, maar volgens mij werkte ik wat hier en daar zo. En mijn vriend die werkte wel, maar die was volgens mij 21. Bijna 22, 23 jaar verschillende, weet ik niet eens. Nou, dat is dus de Sterke Mama. Ze doet het ook onwijs goed en zo ziet haar YouTube-kanaal eruit. Dus ik zou zeggen, abonneer ook even op haar, want dat kan ze heel goed gebruiken. Dus ja, dat is weer van mij. Ik ga dit elke week doen. Het is nu zondag 14 januari. Dus elke zondag ga ik dus een video opnemen naar welke video's ik kijk. Dus welke video's kijken jullie? Laten jullie dat ook even zien aan mij. En als zo niet, plaats eventjes een leuke reactie hieronder. Dat zou ik heel leuk vinden. Nou, ik ga Roderick even opzoeken, want we zouden eventjes naar de winkel toe. Want hij wil bolletjes hebben. Dus dan ga ik even naar Roderick toe, want hij zou richting de winkel toe gaan. Dus dan ga ik ook maar richting de winkel. Nou, zij is lekker bezig met de grote bal. Alleen zien jullie haar zo wat niet. Misschien ik wel. Nou, ik eet vanavond alleen, ook al is Roderick er wel. Maar ik eet wel alleen, dat weet hij. En hij mag ook zo'n beetje, dat maakt me ook niet uit. Maar... En ik ga dit eten. Heel lekker kippetjes. En waarschijnlijk nog lekker met een heerlijke boterham. Ja, daar ben ik dus lekker mee bezig. Lekker met een eitje. Ja, voor mij. Met een kippetje bakken. Dat is ook gezellig. Dat is ook lekker. Ja, kippetje bakken. Twee. Ja, dat is lekker. Want mijn vriezer die hier beneden die zit een beetje behoorlijk vol. Dus ja. En als ik een keertje lekker vlees eten met een lekker broodje is ook niet heel erg.
Misschien nog vanavond lekker een eitje. Lekker. Ja, kijk. En daar is mevrouw dan weer. Hé? Hey, ga eens maar zitten dan. Ga eens maar zitten. Lovrie, ga eens wacht. Lovrie, wacht. Ga eens wacht. Wacht is acht. Ga eens wachten. Ga eens maar zitten. Keurig. Wat kijk dat mooi. Ja, mag ik pootje voor jou? Goed zo, andere pootje. Oh nee, andere pootje. Ja, mag ik high vijf? Nee, high vijf. High vijf. Goed zo. Oeh, krijg ik nog een pootje voor jou? High vijf. Mag ik high vijf? Mag ik nog een high vijf voor jou? High vijf. Ja, goede meid. Nee, kusje. Nee, niet. Nee, achter de kat aan. Heel belangrijker. Hé, meis. Jij. Ik wil jullie heel graag bedanken weer voor het kijken naar mijn vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, gooi dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. En doe het belletje aan, dan blijf je op de hoogte. En dan krijg je ook een melding in je inbox als er een video online komt. En dan zou ik zeggen, tot mijn volgende vlog maar weer. Doei!